Laten we terugkeren naar het heden. Naar de analogs. Zou je iets kunnen vertellen over de ontstaansgeschiedenis van dit toch wel unieke project? Bart van Poppel die belde mij op een gegeven moment en die zei van... Hey Bico, heb jij zin... Ja, niet lachen hoor, maar heb jij zin om in een Beatle-band te spelen? En ik zei van... Beatle-band, Bart, normaal, weet je wel. Nee, nou niet echt. Nee, maar wacht, laat me even uitleggen. Je kent, Bart kende al een tijdje Fred Gering, die een Beatle-gek is. En die wilde graag een Beatle-band opzetten. En dan niet een Beatle-band zoals de meeste zijn, met pakjes en pruiken en... Vooral het oude yeah materiaal, zeg maar, voor 66, zeg maar. Maar die wilde juist een Beatle-band opzetten die niet met die pakjes doet, maar die de muziek, waar het echt gaat om de muziek. En dan alleen de muziek van af het moment dat de Beatles stopten met live optreden. Dus dat is eigenlijk vanaf Revolver, het album Revolver. Dat is een beetje het breekpunt. En die platen dus spelen, want die hebben de Beatles zelf nooit live gedaan. Dus om die platen juist live te brengen. En dan zo goed mogelijk echt op de millimeter. Elk nootje en elk instrument ook. En toen Bart dat vertelde, toen was het, ja, dat is misschien wel interessant. Of dat is in elk geval, dat ken ik niet. Weet je wel, dat is wel, ik ken geen band die dat doet. En dan is het van, zullen we anders bij elkaar komen? En dan zijn we met z'n drieën, Bart, Fred en ik, in het studiootje bij Fred beneden. En dingen geprobeerd en toen mensen erbij gezocht. En dan is gaan repeteren met het hele bandje. En een keer een avondje spelen in, hoe heette dat nou? Jezus. Bij het Leidseplein. People's Place. People's Place, een optreden gedaan. En het was veelbelovend. Het ontbrak nog van alles aan, maar het was een begin. Ja. En dan is het van, ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar wil je dat echt goed doen, die Beatles platen naspelen, dan moet je eigenlijk ook B zeggen. Dat betekent dan ook met authentieke instrumenten uit die tijd. Ja. Dus geen digitale keyboards en dat, maar echt een klavecimbal en zo'n orgeltje en zo'n orgel en zo'n orgel en zo'n piano, een echte piano. En dan heb je het alleen nog maar over keyboards en een mellotron. Dat komt dan op een gegeven moment ook in beeld. Ja. Overigens, mijn buurman heeft er een. Dat is een sideline. Dat is serieus waar. Ja, dus het hoort er allemaal bij. Dus voor je het weet heb je een enorm park aan spullen bij je. Maar goed, die missie, ja, dat is natuurlijk helemaal de bocht uitgevlogen, dat project, want dat sloeg aan. Ja. En toen hebben we, de bedoeling was dus dat we die latere platen gingen doen, maar ook de hele plaat tegelijk. Dus integraal. Dus een plaat spelen, niet alleen de goede nummers en dan weer een andere plaat. Echt een plaat van A tot Z, het eerste tot en met de laatste groef. En dat bleek een enorme hit te zijn. Ja. Daar hebben we toen, we zijn inmiddels aan de laatste plaat bezig. Abbey Road. We zaten al midden in de tour totdat het noodslot ons aller raakte. Ja, dat project nog wat op gaat rekken. Ja, dus dat was eigenlijk de laatste tour van de laatste van de platen, van de studioplaten van de Beatles. Ja. Die we doen. Behalve dan instrumentarium zit je natuurlijk aan een behoorlijke bak aan research die je voor zo'n project moet doen. Die aan de platen luisteren en een hele hoop van... Wij kennen die platen van voor en achter, van links naar rechts, omdat onze ouders ons draaien. Of misschien, ja, je hebt het misschien nog net even, in ieder geval bewust meegemaakt. Bij mij waren het de platen van mijn ouders. Ja. Maar er zit er een behoorlijke bak aan research achter om één
te weten überhaupt welke instrumenten er worden gebruikt. Twee, die dan vervolgens ook nog te vinden. Wat natuurlijk ook een enorme klus is. En drie, ze dan nog op de juiste manier te bespelen of ze in een staat te krijgen dat ze bespeelbaar zijn. Ja. Hoe heb je dat, zal maar zeggen, met betrekking tot de gitaar gedaan? Hoe heb je dat aangepakt? Samen met Bart eigenlijk. Bart is ook veel op zoek geweest naar... die heeft de meeste gitaar gevonden en aangeschaft. Dan luister je naar, welke plaat gaan we doen? Nou, we gaan Magical Mystery Tour doen. Dan ga je opzoeken waar de Beatles toen op speelden. Wat voor instrumentarium ze hadden. Ze hadden natuurlijk al hun die casino's. Hadden ze al, ja zeker. Waarvan je er trouwens nu een bij hebt? Ja, maar dat is niet een oude. Deze is maar van 85. Oké. Okay. Maar ook ja. Vintage dus. Ja, inmiddels wel. En Japans. Oh. Hele fijne deze. Ja. En dan ga je opzoeken welke gitaar gebruikten ze. En daar kun je een hoop op vinden op internet. Vaak dingen die niet kloppen. Maar uiteindelijk hebben we toch ook wel veel gehad aan een boek wat toen is uitgebracht door een Amerikaan. En dat heette Beatles Gear. En die Babiook heet die. Wat is dit? Ja, dat is dat boek, ja. Pak het maar even, kun je het even laten zien. Dus dit boek. Beatles Gear. Hij heeft er verschillende edities al van. Dit is de laatste. En we zijn ook naar hem toe geweest. Bart en ik zijn naar hem toe. Hij woont upstate New York ergens. Ach. Hij heeft ook een winkel. Ja. En hij weet ook veel van de Beatles. En dit is ontzettend gedetailleerd. Per jaar staat dus in beschreven welke instrumenten ze gebruikten. Ook welke microfoons ze in die tijd in de studio gebruikten. Welke studiotechnieken al. Dus super compleet. Eigenlijk dus ook een boodschappenlijstje wat daar dan in staat. Ja, dat is, daar hebben we veel aan. En, maar dan nog heb je nog wel van, oké, dat gebruikten ze dan, die instrumenten kunnen ze gehad hebben rond die tijd. Maar welk instrument gebruikten ze nou in dat nummer? Wat voor gitaar is dat? En dat is dan ja, heel goed luisteren en veel met elkaar over kissenbissen. En volgens mij is het een Strat. Ja, hadden ze die toen? Ja, toen hadden ze het wel, die blauwe Stratocasters die ze hadden. Ja, maar kan ook die Taylor zijn, want McCartney die speelde toen op een Esquire. Ja. Dat een Taylor. En luisteren. Ja, maar dat is... En wie speelt het? Wie speelt dit lijntje? Nou, als je dat eenmaal weet, met vrij grote zekerheid, dan weet je ook al welke gitaar erbij hoort. Ik bedoel, John die speelde altijd op zijn casino. Die speelde, ook wel op de Stratocaster, maar zeker later bijna uitsluitend op de casino. Ja, en zo ga je verder. Maar zeker omdat dat is natuurlijk lastig, want er zijn, met name die laatste platen, er is natuurlijk enorm veel geëxperimenteerd. Heel lang in de studio gezeten. Ik zat, bijvoorbeeld bij Blackbird zag ik dat McCartney 32 takes ervan heeft gemaakt. En dat de voet zelfs gedubt is. Dus ja, dan moet je ook maar net. En plus dat er ze ook, nou soms ook bekend om. Omdat ze, als er iets stond in de studio, dan gebruikten ze het. Dan was het van, hé, dat is wat leuk, laten we ze eruit proberen in. Ja. Ja. Dus dat moet ook wel een behoorlijke klus zijn geweest. Ontzettend veel research dus daarin gedaan. Dan heb je natuurlijk verder rolverdeling in de band, dus in de Beatles. Jullie hebben natuurlijk ook een bepaalde rolverdeling. Eerst dus met Diederik, Jan, later Felix en soms Bart. Bart speelt volgens mij ook af en toe gitaar, hè? Of, ja. Hoe pakken jullie dat aan? Hoe worden die nummers verdeeld? Nou, we gaan eerst de zang verdelen. Wie gaat hem zingen, deze? En dan zie je een paar vingertjes. Ik wil hem zingen. En dan doen we het. De laatste rondjes hebben we het zo gedaan dat we in de studio
de instrumentale band spelen. En dat degene die willen, die gaan hem inzingen. En dat wordt opgenomen. En dan wil jij hem ook zingen? Ja, ik wil hem ook zingen. Ja, opnemen. En dan afluisteren. En dan wie doet hem het beste? En die gaat hem dan zingen. En wordt soms dat... is het ook als ik iemand zegt van... Ja, maakt niet uit. Ik wil hem zingen. Handen af. Ja. Lijken de Beatles wel. Ja. Ja. Nee, maar dit is eigenlijk hartstikke leuk. Dus dat is wat zang betreft. En dan qua instrument... Qua instrumentarium is het van de, hoeveel gitaren zitten erin, hoeveel keyboards zitten erin, kunnen wij het zelf behappen. En soms is het komen handen tekort en dan is er bijvoorbeeld de horenspeler in de band, die ook nog redelijk handig is op keyboard, die dan bijvoorbeeld een orgeltje doet of een synthesizer. Zo kunnen we het nog opvangen als er handen tekort komen, dat het orkest bijspringt. Ja. In die research van wie doet wat enzovoort, hebben jullie de geneugten smaken van onder andere een aantal technici die er omheen lopen? Met name om dat te vertalen naar het live geluid. We hebben Sydney Katz, of Katz. Katz. Daarover ook geïnterviewd. Ja. Met name voor die vertaling naar die sounds die toch eigenlijk alleen maar in de studio destijds werden opgenomen. Ja. Naar het live geluid. Wat voor dingen ben je daarin tegengekomen? Zijn er ook issues die je tegenkomt op het moment dat je denkt, nou, dit wil ik nu live gaan doen? Want bijvoorbeeld als je praat over originele instrumenten, effecten, versterkers. We hebben natuurlijk nu een ander palet van spul. Plus dat de zalen, die zullen niet groter zijn geweest, maar de apparatuur die er staat is wel high-tech. Heb je daar voordeel bij? Ja, we kunnen natuurlijk nu met één druk op de knop een totaal ander geluid creëren op gitaar. Ik heb zo'n effectrek met allerlei analoge pedaaltjes erin. Maar ik heb het gelukkig heeft Sydney dat zo kunnen configureren met een MIDI bord dat ik met één druk gewoon een totaal ander geluid. Niet zes pedalen hoeven uit te trappen en andere moeten intrappen. Dus dat is wel fijn. En dan, dan is het een paar versterkers eraan hangen. En we hebben eind 60 jaren twins, dus non-master volume. Die zijn wel heel erg fijn. En ik gebruik een AC50 Fox en een Leslie. En ik kan met één op de druk op de knop kan ik naar die effecten die dan eens door een Leslie gaan. Dus dat is het voordeel van de techniek van nu. Ja, wel heel erg handig. Ja. Ja. Of bedoelde je dat niet? Ja, dat bedoelde ik, ja. En even kijken, veel van de instrumenten, versterkers, gitaren, zijn echte... quote-unquote Beatle-instrumenten. Dus ook aan de prijs, zal ik maar zeggen. Of als je ze überhaupt al kan vinden. Als je ze überhaupt kan vinden, ja. Ja. En jullie gebruiken arrangementen die identiek zijn... aan datgene wat op de plaat is gebracht. Of ja. Zo ver mogelijk in de buurt. Helemaal. Met strijkers, blazers, percussie, ja. Alles. En daarbij benaderen jullie dat origineel dus griezelig dicht. Heb je voorbeelden van hoe ver jullie daar in de band mee zijn gegaan? Met het verkrijgen van dat soort instrumenten bijvoorbeeld. Het verkrijgen van dat instrumenten? Ja. Het is bekend is natuurlijk het Lowry orgel. Wat gebruikt wordt in één of twee nummers. In, volgens mij Strawberry Fields. Dat is een Amerikaans orgel. En dat is maar een paar nummers gebruikt door de Beatles. En dat is heel moeilijk te krijgen. Die zijn allemaal verdwenen. En als je er eentje vindt, betaal je echt heel veel. Dus Bart was daar al lang naar aan het zoeken. Online. Totdat op een gegeven moment zijn vriendin ineens zei... Hey, was dit niet het orgel wat jullie zoeken? En stond er een te koop op eBay. En dat hebben we toen voor een
veel te lage prijs kunnen kopen door op het laatste moment dat bod van iets van $175 of zo. Okay. Toen wilde die vrouw nog terugtrekken, maar dat kon niet meer, want het was officieel. Dus ja. Dus dat, en dat moet dan verscheept worden. En dat komt dan een paar maanden later in Nederland aan. En dan blijkt het helemaal onder de muizennesten te zitten. En die de bekabeling hebben doorgeknaagd. En dat is een orgel. Als je dat de achterkant openhaalt, dat is gewoon kerstmis. Dat is gewoon 75 buizen zitten erin. Dat is echt smullen. En daar was de helft van stuk. Dus dat moest echt nog naar een specialist hier in Nederland. Een tijdje om helemaal te worden opgeknapt. En dat is, nou ja, uiteindelijk is hij dan klaar. En dat is dan voor 1 of 2 liedjes. Ja. Een riedeltje. Ja. Ja. En natuurlijk de theremin. De mellotron natuurlijk. Ja. Ja. Dat is ook die is ook opgehaald in Engeland. Heeft Bart opgehaald door bij een paar mannen die uiteindelijk die mellotrons die er nog zijn, want er zijn er maar 50 van of zo, goed gemaakt, door die op te knappen en te restaureren. En wij hebben nummer 9. En die is ooit van Roxy Music geweest, geloof ik. En McCartney heeft 10, nummer 10. Nou, die is dan ook weer helemaal gereviseerd en gerestaureerd. En die hebben we dan ook. Heel mooi. Ja. En je hoort het absoluut, het is echt magisch. Ja. Dan kunnen ze nog zo goed emuleren met digitale techniek of zo. Maar als je dat hoort, dat is echt super gaaf. Ja. Dat is echt anders. Dat maakt echt het verschil. En dat, zo is dat ook met gitaren. Je kunt hele goede reissues hebben en akelig dicht in de buurt komen. Maar een echte oude gitaar, die heeft toch nog een certain je ne sais quoi. Vaak speelt het niet zo lekker. Een oude gitaar heeft die dingetjes. Ja. En klinkt vaak wat minder. Je kunt er vaak niet alles op spelen, maar het heeft wel veel meer karakter. En dat maakt toch uit. Want dat gaan we natuurlijk ook zien met de Stagecoach sessions wat we in Zaandam hebben opgenomen. En wat je hebt laten horen, de verschillende gitaren.